We gaan Roderick maar eens even helpen, jongens. Ja. Een man is namelijk zijn lepeltje kwijt. En zijn favoriete lepeltje. Ja, dat is leuk. Wij gaan straks ergens heen. En waar naartoe ga ik nog niet zeggen. Nou, zoals jullie hier kunnen zien wat hier dus op het servetje staat. Een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karin en Roderick. Roderick en Karin, ja dat zijn wij. Het is vandaag alweer zondag 21 augustus 2022. En het is 11 over 1 in de middag. Ja. Dus en wat we allemaal gaan doen, ik weet het echt niet. Nee, want we zijn nog maar net wakker. Maar wij wensen jullie wel heel veel kijkplezier voor deze gloednieuwe vlog. Ja, en daar zijn we dan weer. Ik ga nu naar Robo, want die moest naar de wc. Zoals altijd. Zoals het echt altijd. Hij moet altijd naar de wc, maar dat geeft niet. We gaan gewoon lekker naar auto. Prima. En het is weer lekker druk. Maar dat geeft ook niet. Maakt me allemaal niet uit. Dat is grappig. Ja. Hi. Alles goed? Ja, dat is mooi. Oeh, jij hebt weer wat gescoord. En één gevonden. Hè? En één gevonden. Oh, ook dat nog. Oké. Okay. Leuk opbel, ja. Ik had je muntje gegeven. Ja. Nou, gaan we achteraan aan lopen deels. Rodi gaat weer met de zelfscan. Nee, en de zelf... Nou, dan ga ik ook geen zelfscan nemen. Nee. Maar die krijg ik ook niet zomaar. Nee. Kijk, en onze grote vriend. Hi, grote vriend. Hi schat, hoe is het? Goed met jou. En aan het filmen? Ja, altijd. Weet je toch? Weet je toch? Smakelijk. Ja, en dan denk je dus een deurbel weer te hebben gehaald en bij de Mediamarkt. Maar dan moet je eerst dus de deurbel helemaal opladen. Want als je dat nog niet hebt gedaan, dan doet hij het wel. En als je hem helemaal op hebt geladen, dan doet hij het niet. Zo werkt dat niet, hè? Nee. Ja, wat jij wil. Als je er twee mee wilt nemen, dan neem je twee mee. Dan is het gelijk op hier. Mensen nog aan toe. Het is druk. En momenteel kan ik weer niet tegen de drukte. Dus dat wordt weer even wat beter communiceren. Rustig blijven, ook al vind ik het heel moeilijk. Want ik krijg momenteel weer te veel prikkels om me heen, maar dat geeft niet. Moet ik gewoon even weer even aan wennen. Wat moet dat hier? Wat moet dat hier, dat zwarte dingetje? En die shampoofles, wat moet dat daar? Ja. Maar ja.
Maar even een eerlijk antwoord. En je hoeft niemand in te sparen. Even. Ik spaar ook. Nee, even luister. Oh. Luister even. Ja. Hoe vind je het nou om weer even zonder mijn zus te zijn? En je eigen huisje weer? Ja, dat wel, maar ik moet even kijken waar mijn spullen allemaal liggen. Want die zijn allemaal verplaatst. Ja. Dus het is even een grote zoektocht, waar ligt wat? Uh-huh. En ik ben mijn lepeltje kwijt. Iedereen heeft zijn eigen lepeltje. Uh-huh. En dus ik een heleboel lepeltjes allemaal hetzelfde. Maar ik had één speciale lepel, die vond ik altijd erg lekker liggen, maar die is nu even weg. En ik weet niet waar die is. Nee, dat weet ik ook niet. Zal ik even zoeken? Zoek daar even vinden. Ja, maar... Dus dat is wel lekker. Ja, maar wat ik bedoel van je hoeft niemand te sparen, want dat doe ik ook niet. Nee. Naar haar toe. Nee. Maar... De rust, die is voor mijn gevoel wel een stuk wedergekeerd. Oké, okay, klopt. En er is geen spanning meer. Ja, dat is ook gezegd, hè? Spreekwoord, wat is het? Visite brengt steeds vreugde aan. Is het niet bij het komen, dan is het bij het gaan. Juist. Nou, en dat is dus nu en bij het gaan. Lekker, onze rust. Heerlijk. Ja, ja, een doklijn van 5 meter. De. Nee. Begin ik niet aan. Ik kan niet. Nee. Nou, die heb ik even mama gekregen. Maar nee, alsjeblieft. Ook helemaal gek in huis. Maar eigenaar. Nee. Ga ik niet doen. Dus ja, ik heb die 2 flessen. Een leuk rolbakje. Nee. Ook niet. Begin ik ook niet aan. Nee. Waar wil je nou naartoe? Kassa? Naar kassa. Oké, top. Even gewoon... Kort met ermee, zeg maar. We gaan Roderick maar eens even helpen, jongens. Ja. Een man is namelijk zijn lepeltje kwijt. En zijn favoriete lepeltje. Hè? Een normale gebruikslepel. En waar is al jouw matten? Is allemaal weggehaald. Waarom? Dat ze erover uitgekleed. Ah, flikker op, man. Ja, het was nat. Dan ga je erover uit. We staan allemaal hier. Handig. Gaan we dat ook maar gelijk even zo meteen doen? Ja? Dat komt straks wel. Nee, Ro die heeft namelijk hier van die mooie zwarte matten. Ja, matten. Die glijlaadmat. Ja, kijk, waar dus Ro dus nu op staat, dat heeft hij dus eigenlijk overal zijn hele keukenvloer. Ja, normaal wel, ja. Normaal wel. Als het vies wordt, kan je het schoonmaken. Of ja. Geen dweil te pakken of iets. Nee. Uh-huh. Ja, maar we gaan eens even kijken of we je kunnen helpen, lieve schat. Ja. Ja. Lijkt me handig. Kijk, hier heb ik normaal niet. Oh, lepeltjes, vorkjes, dingetjes. Gisteren helemaal alles eruit gehaald. Messen weer terug, vorken terug. Lepeltjes terug. Mijn lepeltjes er niet bij. En je hebt dus geen voorbeeld hoe het eruit ziet. Of okay. Qua grootte dit of zo. Dit zijn de kleine lepeltjes, zeg maar. Ja. Dat was een groot klein lepeltje. Ziet je langere steel. Soms denk ik dat deze het is, maar dat is er niet. Het heeft dus een groot blad, zeg maar. Beetje zoiets als dit. Ook zo plat, alleen die kromming zit andersom. Oké, nou dan gaan we gewoon... aan de zijkant. Dan gaan we gewoon zoeken. En dan al eruit. Oké, luister. Ik heb een plan van aanpak, lieve schat. Even ja. Als het mag. Even je tas eventjes ergens neerzetten waar het voor je handig is. Die 2 spuitbussen. Dan gaan we eerst hier... Ik geef dan gewoon de spullen aan jou. Wat ik bedoel? Nee? Nou, dan ga ik dat eens even aan Ro even uitleggen. En dan. Ik ga het even aan Ro even uitleggen. En dan gaan we jullie ook een beetje bij meenemen. Ja, we zijn nog steeds druk bezig. Kijk, nou begint het weer een beetje op Roderick. Ik heb 3 dekseltjes gevonden. Maar waar zijn die 3 bakjes gebleven? En de andere 2 dekseltjes. Ja, dat is verzoekers nog, schat. Maar wat ik dus wil zeggen, het begint een beetje weer op Roderick zijn huis te lijken. Ja, deze. Want, hoe kan ik dat zien? Kijk, lekker veel, rommeltjes. Hoe zeg jij dat het liefst altijd? Prullaria. Nou, ik noem dat dan gewoon weer rommeltjes. Gewoon zijn rommeltjes, zoals hij het kan vinden. Helemaal goed, vind ik helemaal niet erg. Het gaat in de weg. Ja. Het is een verzameling van dingen. Ja. En die ik niet verzameld heb. En dit hoort hier ook niet. Het hoort bij de tassen. Nou, en waar heb je de tassen? In de kast natuurlijk, bij de tassen. Nou, dan moet je dat even... Kunnen we dat ook... Zal ik het even doen? Hier zeker? Nee, hier is het niet. De tas heb je hier zeker, of niet? In de kast met tassen.
Waar heb jij, in welke kast? De eerste of de tweede? De eerste kast, de tweede plank. Ah, daar, ja. De? Bij de tassen. Ik dacht daar. Dat ik daar mijn luchtbed had, maar dat is zo niet. Ook zo raar. Ook weg. En dan heb je hier ook nog tassen. Dan kun je dat er wat beter bij doen. Lijkt mij, sorry dat ik dat even zo zeg, maar... Het zijn de tassen die kun je meteen pakken, zeg maar. Ja, oké. Okay. Het zijn de reservetassen. Maar je hebt ook een hoop mijn tassen, zie ik. Maar dat geeft niet. Tassen, maar dat geeft weer niet. Dat kan jou om weer terug te pakken, zeker. Ja, precies. Het zijn onze tassen, hè, schat? Jullie tassen. Maar deze is wel gaaf, deze trouwens. Ja. Waarom heb je deze niet hangen? Beetje schoonmaken. Dat is wel gaaf. Ja. Hebben? Ik vind jou beter, dat is helemaal leuk. Gaan we nu schoonmaken. Ja, het is New York, hè? Dit is de King Kong Tower, de Empire State Building. Kristal. Juist, kom niet uit. Ik vind het wel heel Christel gaaf. Tower. Ja, dat is leuk. Wij gaan straks ergens heen. En waar naartoe ga ik nog niet zeggen. Nee, want dat is wel vaak aangevraagd. Nou, dan heb ik misschien iets gezegd. Een klein tipje aan het sluier opgelegd. Yep. Dus, maar jullie gaan het zo meteen vanzelf zien waar we naartoe gaan. Dus ik zou zeggen, blijf juist kijken. Ja, we zijn gezellig onderweg. Ja. Nog staat het dus bijna op mijn teller en dat ik 140 rijd. Maar ik rijd niet eens 140, ik rijd 128. Hoe dan? Hoe dan? Je kijkt niet goed op je teller, dat is bijna 130. Ja, nou ja. 135. Ja, ik zal wel een stickertje erbij plakken, 160. Er 160. Nou goed. Heerlijk. Ja, ik wil nog een teller hebben. Zo, kilometer teller. Ja. Maar dan met dus de kilometers per uur. Ja. En de meters per seconde. Dus binnenkant kilometers per uur, buitenkant meters per seconde. Of andersom. Want je hebt ook kilometer tellers. Nou, tellers bestaan mijlen per uur op en kilometers per uur. Twee ringen. Maar ik zou het handig vinden om ook de meters per seconde op zo'n wijzerplaat te hebben. Ja. Erbij. Niet in plaats van, maar erbij. Oké. Okay. Dus als je dan 30 meter per seconde rijdt, rijd je dus 108 kilometer per uur. Ja, ik doe even 50 bij, want ik rijd geen 100. Nou wel. Dus dan weet je, als je moet remmen met 108 kilometer per uur, je hebt ongeveer 3 seconden reactietijd. Nou, dat had ik net ook al bijna inderdaad. He? Als je dus een beetje vermindert, de meeste mensen hebben misschien 1,5-2 seconden. Laten we het ruim nemen, 3 seconden reactietijd voor je ziet iets. Dan denk ik, oké, gas los en rem. Nou, dat duurt eventjes. Nou, dat kan misschien 2-3 seconden duren. In die 3 seconden heb je dus 30 meter al afgelegd. Ja. Keer 3, dus 90 meter, bijna 1 hectometer. Nee. Een tiende kilometer. Dus dan weet je een beetje van, oké, dat is mijn reactietijd. Uh-huh. Dan komt je remweg nog. Ja. Nou, dus als je nu iets ziet gebeuren over 100 meter. Ja. En je gaat nu reageren, dan zit je er al tegenaan. Dus dan ja, weet je van, oké, ik moet uitwijken. Uh-huh. En aangezien je de snelheid hebt, je weet je remsnelheid, zeg maar, dat je heel snel kan remmen. Maar dat kost ook nog 200 meter misschien. Nou, ik was net al heel snel met remmen, want ik kom eigenlijk aan met 130. Ik zie in één keer 100, pas rem gelijk op 100. Ja, maar je staat niet op 0, zeg maar. Van 130 naar 0, dat kost zoveel meter. Ja. Plus nog die bijna 100 meter reactietijd. Ja. Dus dan weet je ongeveer van, nou, bij deze snelheid moet ik zoveel afstand houden van mijn voorganger. Maar ja. Dus dan kan je zeggen, nou, tussen de paaltjes, ik rijd nu 108, ik daar, maar stel je rijdt 120, dan rijd je ietsje sneller, meer dan 108, meer dan 30 meter per seconde. Uh-huh. Misschien rijd je dan 32 meter per seconde, 33. Uh-huh. Dan weet je dus dat je precies 100 meter afstand moet houden, om 3 seconden afstand te houden. Ja, ik ga niet daar naartoe, want ik weet dat ik dan geen 2 seconden heb, dus... Nee, want die zit er maar voor. Ja, daarom. Het is ongeveer, even kijken. 50 meter. 21, 22. Nee, tussen deze dingen. Hij zit halverwege. Ja. Dat is 50 meter.
Ja. En rijdt nu 100. Ja. Dus dan zit je daar 60 meter tussen, 50, 60 meter tussen. Qua afstand, qua secondes. Dus je eigenlijk over aan de 2 kilometer neem afrit 9 naar N219 richting Zevenhuizen. Ja, dankjewel joh. Als hij opeens stilstaat, zit jij er nu al tegenaan. Zeg maar, ja. Voordat je kan reageren. Je kan wel uitwijken, maar niet remmen. Ja, en ik moet hier toch zo meteen tussen. Dat als slag 9. Dat heeft niet. Ruimte zat. Kijk, er staat nog 600 meter. Nee. En er is ruimte zat. Ik geef een rustig aan. Dus, ja, dat doe ik ook wel. Agri-instructeur uit Alaska is weer bezig. Over 800 meter, neem afrit 9 naar N219 richting Zevenhuizen. Dan hou rechts aan naar N219 richting Zevenhuizen. Maar ja, wij gaan ergens naartoe en jullie zien zometeen waar we naartoe zijn gegaan. Helemaal. Ja. Waar zijn we nu, schat? Hier zijn we, kijk. Waar zijn we? Hier, bij de... Hoe heet dat? Raza Sayang. In Capelle aan de IJssel. Ja. Het is best een gezellig buurt. Ja. Met meerdere eetgelegenheden. Ja. We hebben er voor deze gekozen voor het onbeperkte. Ja. Je kan ook kiezen voor onbeperkt drinken. Dat is een tientje duurder. Voor de zondag dan. Ja. Dus eigenlijk ook brengen. Uh-huh. Even kijken wat hier te halen valt. Het is best een leuke sfeer hier. Ja. Ze zijn bijzonder vriendelijk. Uh-huh. Dus ik kom een paar keer vragen, wil je wat drinken? Dan kan ik wat meenemen. Nou prima. Dus we gaan onbeperkt. Oh, onbeperkt. Dus dan gaan we even kijken wat er te halen valt hier. Weet ik, dit is een salade. Groentegerecht. Dit is goed. Dus als we het nodig hebben, dan moet je zeggen, schat. Griek. Hey, Grieks eten. Watermeloen, schat. Hé, hey, arbeidjes. Hop. Handig. Helemaal goed, jongens. Hé, hey, schat.
Indonesische patat. Indonesische patat. Indische patat met honing en sambal. Okay. Heel bijzonder dit. Heel grappig. Heel grappig. Maar die kon ik nog niet. Die kon ik nog niet, nee. En de rest komt zo'n 5 euro. Oh ja, dat is prima. Ja, rustig aan, joh. Schat, en gekruide eieren. Heb jij die al? Nee, die heb ik nog niet. Vertel, wat heb jij op je bord? Ik heb net gevraagd en ik krijg het nu alweer aangeboden. Dankjewel. Ja, nou, je hebt wat lekkers op je bord. Moet je even iets duidelijker praten nu? Daar ging smeur. Ga ik zo proberen. Ja. De chachu, die heb ik net al geproefd. Is erg lekker. Ja. Dan ga ik even die kip proberen. Oké, lekker. Licht pittig, heel licht. Ja. Nou, laat ik het zeggen dat het gekruid is. Pittig op het gebied zich. Lekker. Daar iets meer. Heel zacht. Ja. Veel ketchup smaakt eraan. Niet pittig. Ja. Erg lekker. Heel goed lang gestoofd, gaar gemaakt. Nu bijna niet te snijden. Ja, lekker. Weer te gloeien natuurlijk. Erg lekker. Zo, nou ik heb ook het een en het ander. Dit is Marta Bak. Marta Bak. Dit is Indische patat. Met honing en sambal. Dit is voor jong hij vegetarisch. En dit is met iets met garnalen. Dus ik weet het niet. Maar ik ga eerst deze doen. Want dat is voor mij weer een stukje vertrouwd. En ja, we gaan het even proeven. Ja. Knapperig. Toch en toch wel weer even anders dan bij samen. Maar dat is normaal, dat is logisch. Maar ja. Lekker. Ja. En dan die even liggen. Dan gaan we naar de patat. Ook heel benieuwd naar. Aan elkaar patat of wat? Ja. Nog even, je moet het gewoon zo eten. Indonesische patat. Het is inderdaad een beetje een hele andere smaak en sensatie. Je proeft wel een beetje sambal, maar meer honing, maar heerlijk. Oké. Okay. En wat heb je nog meer? Nou. Goeie haar heb je nog? Ja. Vegetarisch. En normaal ben ik totaal niet vegetarisch, maar ik denk, nou, ga het gewoon proberen. Ja. Leuk. Nee, ja, we zijn aan het filmen, vloggen. Geef niet, meis. Kijk, zo behulpzaam zijn ze nou. Nou, ga ik de Foo Young Hai vegetarisch eten. En? Heel zacht qua smaak. En je proeft het ei niet. Okay. Heel raar. Okay. Maar omdat ik dus namelijk zelf, ja, door mijn corona... Ja. Door mijn corona smaakt de ei heel anders. Nou, en ik proef eigenlijk heel weinig ei, maar... Oké, okay. En de martabak? Nou, die gaan we dus nou proberen. Dit is nog eigenlijk alleen maar bladerdeeg wat ik nou in mijn mond heb. Ja. Ja. Ziet er
het soort lumpia, maar dan anders. Ja. Maar echt heerlijk. Gewoon de smaak, de zachtheid, knapperig, perfect, heerlijk. En normaal ben ik niet meer zo van de ei, nou dat weet Ro ook. Oké. Okay. Heel aanbevelingswaardig? Ja, dit is echt, echt top, heerlijk. Oké. Okay. Dat we eens even heb gekregen, dankjewel. Drie keer. Ja. Ik heb satéetjes gepakt. Ja. De Barbie Pangang, maar krokant spek. En Barbie spek dus. Ja. En de Ayam Koerkoes. Ik kan bijna niet uitspreken, maar het is kip met ketchup. Zullen we even kijken hoe het smaakt? Ja. Zo, hard snijden. Net als je ketchup was, hè? Het is wel een beetje hard gekauwen, maar het is lekker mals. Mm-hmm. En er zit een flinke ketchup smaak aan. Nou, de Barbie Pangang. Ook lekker. Dit is gewoon de vetspek, zeg maar, spaarjam. En de saté ayam. Ik kan los ook nog saté saus krijgen. Een beetje. Veel pindas in die saté saus. Nou, lekker. Dan moet ik iets wat zou ik nog een keer nemen. Dan zou ik toch voor de respect gaan. Ja. Lekker. Nou, en ik zit nog steeds aan mijn eerste bordje en dit is Roos het tweede bordje. En straks bij Roos een derde bord en bij mij de tweede bord gaan we laten zien wat we poppen. Kom maar met dat. Geen ei. Laat maar zo. Zo, en toen had je aardbeidjes erbij. Aardbeidjes. Ja. Zeg maar meer. Oeh, dat heb je ook hier, kijk. En litjes toch? Ja, litjes. Niet te veel hebben natuurlijk. Eén litje. Maar voor de smaak om jou te pesten. Een gebakken banaan. Kom, pak maar. Ik ben helemaal niet te zien. Rijtjes. Kippen, kip is op. Mosselen. Het water is op. Lekker warm, ook heel belangrijk. Warme kersen, nee, daar ben ik niet zo door. Wat had jij nou net? Smurf had ik. Die ik heb geproefd, wat was deze? Ja, dat was die, ja, die heb ik ook. De ketchup. Ja. Ja, ik hoef niet zo heel veel, maar... Rendang zou ik niet doen? Nee, dat is voor mij te pittig. Dat ga ik niet doen. Ketchup? Deze? Ja, maar nee, ik ga even kijken. Deze samen? Nee, en gekruide eieren. Hallo? Nee, ik ga niet doen. Nee. Vissie? Nee. Zababbe? Nee, iets van salade. Salade. Even lekker iets van salade. Niet heel veel. Nou,
daar ben ik al niet zo van. Spreek je dat niet? Ja, misschien straks. Eens even kijken, de saté die was heel pittig, zei je, dus dat ga ik niet doen. Niet pittig, die was erg pindaars, niet pittig. Nee, maar dat ga ik niet doen. Oké, okay. Lekkere broccolietjes voor je. Ja, dat zou ik even heel graag kunnen doen. Lekkere mosseltjes. Nee, dat gaan we niet doen. Zo. Wil je nog wat hebben? Nee, dat hoeft. Stakbroodje, de kruidenbak. Nee. Nou, we hebben lekker vruchtjes. Witje. Mm-hmm. Aardbeidjes. Weet je dingen? Abrikozen. Eitje. De gebakken banaan. En een koekoekje. Ja. Wat heb jij allemaal? Wat ik heb? Nou ja, wat was dat? Dat is salade, broccoli en vlees. Hoe smaakt het? Ei smaakt naar ei. Ik kan goed volgens mij. Ja. Een beetje ja, smaakloos, zeg maar. Maar dan moet je met het ding inmixen. Ja, die kooltjes zijn erg lekker. En jouw favoriet? Een litsje. Maak gewoon een litsje, zoals het hoort, zeg maar. Er zit een flinke aardbeiensmaak aan. Het zijn verse aardbeien volgens mij. Ik ga alleen even dat stukje groen eruit, dat vind ik niet lekker. Zoet of zuur of? Ja, een beetje stevig. Er zit een hele flinke aardbeiensmaak aan. Okay. Normale aardbeien zijn een beetje waterig, deze zijn vrij stevig. Oké. Het groen vind ik niet zo lekker. En een beetje poedersuiker bij zou lekker zijn. Poedersuiker staat er. Oh, niet gezien. Bovenop. Moet je pakken. Even proberen. Bovenop. Doe bovenop. Niet gezien. Lekker. Aardbeidjes met poeder zijn. Jammer. Dat maakt het echt af, ja. Nou, en de gebakken banaan? Monumentjes, daar ben je. Yummy. Lekker. Je moet dat ook met poedersuiker doen. Erg lekker. Dus dit is ook weer een aanrader? Ja, soms zijn die dingen aangebrand. Of helemaal tot pap, maar dit is precies goed. Lekker. Ja, meisje. Ja. Pistache. Ja. Lekker. Er zit een pistache smaak aan. Ja, goed. Geen nootjes in, geen kringetjes. Chocola. Niet een heftige chocoladesmaak, maar wel lekker. Aardbeidjes. Wel lekker, niet een hele zware aardbeien smaak, maar wel lekker. En banaan.
erg lekkere bananenijs. Aanhouden. Dat is van bananenijs ook. Nou, en ik ben dus nog bezig met mijn tweede ronde nog steeds. Nou, schat, ga proeven. Tompoes, lekker. Gewoon tompoes, ja. Dit wat meer smaak dan. Oké. Ja jongens, wat Ro dus nou eet, zoals een tompoes, kan ik dus niet doen. Want daar zit gewoon melk in, dus dat ga ik maar niet doen. Ja, de tompoes die ik gewend ben, komen uit de supermarkt, zeg maar. Uh-huh. Deze niet, ik kan je ook proeven dat die meer smaak heeft, lekkerder is, zeg maar. Uh-huh. Ik vind het lekkerder. Ik weet niet of jij hem lekkerder vindt. Ik vind het lekkerder dan uit de supermarkt. Ja, maar ik mag het niet proeven. Nee, maar misschien dat de kijkers het vinden. Ja, oké, dat is waar. Klein beetje rendang. Ja. Kijk wat het is. Ja. Nou, zo te zien, rundvlees. Pittig dus. Dus zeg maar een pittig rundvlees. Als je pittig houdt, heel pittig, dat is te slap voor je. Maar jij kan het hebben, maar ik dus niet. Conclusie. Ja, het is voor jou denk ik te sterk. Er zit hier sambal in, maar je merkt wel dat het wat pittiger is, zeg maar. Ik zou zeggen twee bevertjes. En geen vijf. Nou, zoals jullie hier kunnen zien wat hier dus op het servetje staat. Ja, Kulukai. Ja. Wat hebben we net gedaan, schat? Vertel. Nou, het is op. En hij heeft gezegd, van, nou, als je iets wil hebben, is er niet, dan kunnen we het voor je maken. Dus hij gaat nu voor ons speciaal 4 Kulukai maken. Bijzonder is dat, hè? Dat is wel heel, heel vreemd. Maar waarom is dat vreemd? Meestal is bij een lopend buffet, van pak maar tot op is. En dan houdt het op. Ja. En als er veel gasten zijn en er is een grote vraag naar, dan gaan ze het bijvullen. Mm-hmm. Maar hier zijn niet zoveel klanten momenteel. Dus dat vult ook niet veel bij. Als wat is, gewoon naar je brengen. Mm-hmm. Maak het speciaal voor jou. Dat is wat bijzonder, vind ik, zeg maar. Dat is het zeker. Dus ja, wat jullie dus hier nogmaals op het servetje zien. Dat wordt dus nu vers voor ons bereid. Dankjewel. Kijk, speciaal. Lekker. 7-up. En een cola zero, ja. Zo. Waar we dus net over hadden, over de Kulukai. Ja. Dat is dus nu net hier vers naar ons toegebracht. Oh, lekker. Oh, lekker. Ja, Kulukai, vertel. Dat is erg lekker. Een beetje met kip. Een beetje met kip? Kip. Ja. Maar smaakt goed. Lekker, pittig, mals. Mm-hmm. Ja. Alles wel. En lekker een krokantje als je er mee. Ook heel belangrijk. Oké. Okay. Nog aan te raden? Mm-hmm. Nou, zoals jullie dus hebben kunnen meemaken en kunnen zien, zijn we dus hier achter wezen eten bij Rasa Sayang, als ik het gewoon zo goed uitspreek. Rasa Sayang. Maar ja, ik vind het een hele aanrader. Indonesisch, ja. Lekker. Lekker, want waar waren we toen geweest en met die hele pittige... Bij ons in de wijk en die er niet meer is? Nee, die is er niet meer, nee. Dat is... Ja, en dat was toch ook zoiets? Dat was Senayang. Ja, maar dat was toch ook zoiets? En dat ik toen ziek werd? Ja, dan kun je ook onbeperkt eten. Buffet, maar en het buffet was er niet. Ze moesten bestellen en dan gingen ze het brengen. Maar ja, je had iets gevraagd. Zonder sambal, wat krijg je? Met sambal. Ja, en daar ben ik heel ziek van geweest. Dus daarom ook moest ik er echt even overheen zetten. Ja. Maar ja, en zoals jullie hebben kunnen zien, zijn we geweest. En wat vond jij ervan? Ik vond hem erg lekker.
Oké. Ja. En als je een cijfer moest geven, welke cijfer zou je hun geven? Als je dit moet gaan vergelijken met samen. Ja. En dat is het bijna niet. En te vergelijken, dat weet samen ik. Samen een stuk groter, veel keus. Ja. Alleen dit is puur Indonesisch. Dus ja. Echt Indonesische gerechten. Mm-hmm. Dus de keuken is wat beperkter. Alleen als het op is, zeg maar, nou, ga dat nog hebben. Ja. Kost maken, gaan ze het brengen voor jou. Of niet te halen. Nee. Heel raar. En bij samen, als je daar naartoe gaat, heb je een tijd. Ja, hier niet. En hier niet, dus nee. Dat is ook wel weer chill. En bij samen is het gewoon onbeperkt eten gedurende een bepaalde tijd. Onbeperkt drinken een bepaalde tijd. De alcoholische dranken zijn gratis. Alleen gedestilleerd, daar moet je voor betalen. Mm-hmm. En hier is het onbeperkt eten. Ja. En voor een kleine meerprijs kan je ook nog onbeperkt drinken erbij doen. Alleen weet ik niet of het alcohol ook inclusief is. Dat weten we ook niet, maar... Drink allebei niet. Jij moet rijden en ik kan het sowieso niet tegen. Scheelt je. Dus ja, ik heb nou zelf erg gereden met mijn eigen auto. Dus drink ik niet meer zoveel als nog geen rijbewijs had, jongens. Maar echt... Dank jullie wel voor jullie tip. Ja. Mochten jullie nog een keer een tip hebben voor nog een andere restaurant. Ik zou zeggen, laat het vooral even hier beneden weten. Hier beneden. In de comments. In de comments. Niet bovenin in de comments, want daar zijn geen comments. Nee, maar laat het even weten. En dan kijken we even van wanneer we gaan. Want ook Ro heeft het druk. Ik heb het druk. Dus helaas. We moeten ook even kijken van wanneer het voor ons past. Ja. Maar we gaan altijd jullie tips komen we na. Opvolgen. Ja, opvolgen. Ja. Dus niet getreurd als het wat langer duurt, jongens. Niet geschoten, ATP. Dus, want we komen het gewoon na. Ja, het kan even duren. Het kan inderdaad even wat duren, maar het is inderdaad een aanrader. Zoals wat jullie hebben kunnen zien. We zijn er nu eindelijk geweest. Na heel lang wachten. Dus dank jullie wel daarvoor dat jullie de geduld hebben gehad om toch te kunnen gaan wachten. Maar ja, hè, wat ik al zei, we hebben het gewoon druk. En drukke mensen, ja, daar kan ik ook niks aan doen. Ja, nou, ik heb Rodus nu net thuis gebracht. Ik ben weer zo ready om met de hondjes te gaan. Ik heb Roos een tandenborstel en tandpasta gepakt, want ook dat lag nog hier. Kijk, dat zit nu netjes in een zakje. Lekker hygiënisch namelijk. Want anders vind ik het namelijk niet zo fris als het zo in mijn jaszak zit. Nee. Dus ik ga nu eventjes de doggies uitlaten. Hier hebben we Lady. Helleid. Ga je mee een plasje poepen doen? Lido. Nou, die zegt ook ja. Lofri, ga je mee? Lof, waar ben je? Lofri heeft er geen zin in, waarschijnlijk. Maar oké, ik ga de hondjes uitlaten. En jullie zien me zo meteen als ik weer thuis ben. Ja! Yeah! Nou, ik vond het vandaag onwijs gezellig. En ik hoop jullie ook. Dus, vond je dit nou een leuke video? Een leuke vlog? Ik zou zeggen, vergeet dan niet... hier beneden te abonneren. Doe het belletje aan. Doe het duimpje omhoog. En laat gelijk even een leuke reactie achter. En dan zou ik zeggen, dankjewel voor het kijken. En graag tot morgen. Ciao.